Dat was ook nog wel een vrij interessante brief van iemand die had zich in Duitsland gevestigd. Ja, die had je die op die brief, wanneer was het, gisteren? Ja, dat zou Vandaag doorgestuurd. Ja. En die zei, ja, eh, dat was nou allemaal wel leuk, die kritiek van mij op de Nederlandse overheid. Maar hij had nu te maken gehad met de Duitse bureaucratie en... Die was toch een, stel, een, een stuk trager en complexer en met meer wachttijden dan de Nederlandse. Hij ging Nederland waarderen. Want het baderen. uitschrijven uit Nederland, dat was hem gelukt in een uurtje of zo, of in twee uurtjes. En bij die Duitsers had hij al allerlei afspraken en ging het lang duren. Maar moet ik zeggen... Eh, ik zelf heb natuurlijk een jaar lang in Duitsland gewoond. En dan, dan moest je je ook melden bij de lokale autoriteit in Mainz. Mainz, zoals ze daar zeiden. En... Eh, wat ik gek vond is dat ik een vrij omvangrijke medische keuring moest ondergaan. Ik bedoel, stel voordat je een manke voet had gehad, zouden ze dan hebben gezegd, nee sorry maar, gaat we maar weer terug naar Nederland, dat kunnen we niet gebruiken. Ik heb daar onderzoek gedaan in een onderzoeksinstituut. Maar, maar voor de rest, ik kan me niet herinneren dat ik meer dan, ik ben die, ik ben die ochtend gekeurd en ik, ik heb ze hebben wat van die stempels gezet. Er zijn die Duitsers gek op stempels. En voor de rest kan ik me niet herinneren dat het veel tijd is gekost. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat instituut eigenlijk het voorwerken al had gedaan. Omdat dat natuurlijk vol zat met allerlei buitenlanders die een jaartje of soms veel langer in Duitsland gingen wonen. Dus bij mij viel het wel mee. Wat, wat ik, ik heb in uw anekdote volgens mij ook wel eens verteld. Dat ik, ik heb mijn hele leven s'avonds gewandeld. En een van de meest aangename dingen van Mainz was dat je vanuit het instituut was je vier minuten aan de Rijn en dan kon je, ja, dan kon je daar dus langs de Rijnoever wandelen en zeker in de zomer ik herinner me als de dag van gisteren was, was daar zo'n eiland in de, daar sluit de Main en de Rijn die sluiten daar aan op dat punt en daar was een groot eiland het oude heet dat geloof ik en ik dacht wat eigenaardig is het toch ...laag ook allemaal van die geparkeerde Rijnaken... ...dat ze daar van die fantastische kanariepieten hebben. Want vooral s'avonds en s'nachts was het een... een ...het was ongelooflijk, wat een concert. Dus ik vertel dat verhaal over die kanariepieten. Ik zei, dat is wel wonderlijk, die lama van die geweldige kanariepieten hebben. En toen zei die man, vrouw, ik ben het vergeten. Hé, nee, dat zijn geen kanariepieten, dat zijn nachtegalen. Ja, fantastisch, fantastisch geluid. Maar typisch Duits, ik werd daar aangehouden door de politie. Dat heb ik in, in Nederland heb ik nog, ben ik nog nooit op de wandeling aangehouden door de politie met de vraag, wat doet u hier eigenlijk? Ik zal zo vertellen over een andere plek waar mij dat ook is overkomen. En als je even nadenkt, kun je dat wel raden, waar dat geweest is. Ik zei, nou ja, wat doet u hier? Ik, ik wandel, zoals u ziet, langs de Rijn. Ja, maar hoe zat dat dan eigenlijk allemaal in elkaar? En, en had ik een identiteitsbewijs bij mij. Uh, nee, ik, zei, ik heb geen identiteitsbewijs bij me. Want de tijd dat ik een Nederlander zat die een identiteitsbewijs had... dat was een hele andere tijd. Dat was van 40 tot 45. En sinds die tijd hebben wij dat niet meer. Nu moet ik ondertussen beschaamd mededelen dat we ondertussen uh, jaren later wel een wet hebben gekregen dat we een identiteitsbewijs bij ons moeten hebben. Dat geldt voor iedereen boven de 14, toch? Ja, dus als die agenten dit horen in Mainz, zullen nu oude mannen zijn, mijn excuses, wij zijn tenslotte ook door de pomp gegaan, wij moeten ons ook overal identificeren. Daar kan ik de meest verschrikkelijke verhalen over vertellen, maar goed, dat ga ik dan maar bij deze gelegenheid niet doen. Nou ja, toen ze begrepen wel dat dat kritiek was op het Duitse systeem, dus ik weet nog goed wat ze zeiden, eh, werden ze frech? Dan werden ze inmiddels geslept om dienst te stellen. Dat, dat, dat was hun, zo van pas op, ze dus nemen we je mee. Maar goed, daarna eh, zijn ze toch vertrokken. Het was natuurlijk duidelijk dat ik een buitenlander was. En nou, dan, je weet, in de meeste landen worden buitenlanders beschouwd als half rare. Wie gaat er naar nou s'nachts wandelen? Oh, geen normaal mens toch. Dus nu de interessante vraag, waar is mij dat nog meer overkomen? In de Verenigde Staten. Dus ja, weer op mijn avondwandeling. Eh, ik kan er nog bij zeggen dat er vrijwel nergens in Amerika bruikbare trottoirs zijn waarop de wandelaar zich kan begeven. Het is meestal een zootje langs de weg. Anders kan ik het niet zeggen. Dus ja, net als dat altijd in Amerika gaat. Er kwam zo'n reusachtige donkerblauwe auto. En eerst reden die een tijdje zo, zo langzaam met mij mee. En toen begonnen ze krenken te denken, nou dit is zo ontzettend raar die man. Dus uh, ja, ik werd aangehouden wat ik daar deed. Ik zei ja, ik wandel. Uh, as you can see. Uh, ja, waar ik dan naartoe ging, ik zei nou nergens naartoe, want ik wandel. Hè. Ik maak een rondje en dan kom ik tenslotte weer terug bij dat dormitory waar ik, uh, want hoe heet het ook weer ben ik alweer vergeten ondertussen. Waar ik gestart ben. Nou, dat uh, vonden ze toch wel een hele eigenaardige zaak. En ik geloof dat toen de een tegen de ander zei, joh, het, hij, komt, uh, hij komt uit het buitenland. Nou, toen zag je ze ook denken, van well, ja, buitenlanders, wie gaat daar nou wandelen? Wij toch niet goed, Nick. He? Dat is toch wel dat geweldig leuke boek van die Arjen van Velen. Amerikanen lopen niet. He, dat is gewoon waar. Ik. ik ik wil, nou, ik wil nou niet zeggen dat op mijn avondwandeling, dat het hier wemelt van de wandelaars, dat ook niet. Maar er zijn eigenlijk zeker in het park altijd wandelaars. In nee, Madison, dit speelt zich af in Madison, Wisconsin. Er waren helemaal geen wandelaars. 0,0. Mensen moeten toch hun hond uitlaten ook daar? Nou ja, ik moet zeggen, dat zeg je nou. Maar ik kan me helemaal niet herinneren dat daar honden. Heb je die brief over gezien? Van die die een hond is een excuus. Kijk, dat begrijpen die agenten ook wel. Dat ja. je een hond hebt en dat je die uit moet laten. Maar Amerika Honderland, hebben wij een brief over gekregen. Dat mensen kinderen Allemaal hebben, en honden. honden hebben, misschien om te wandelen. Heb dat je weet die brief niet, niet gezien van die mevrouw die in Amerika was? Ja, ik heb dat gezien, ja. Maar, nogmaals, ik wandelde altijd alleen. Dat wel. En, eh, nou, zij vonden het vreemd. Dat was van. Vooral dat je liep en niet ergens naartoe ging. Hmm. Dat vonden ze echt uiterst verdacht. Misschien komt het ook hoe je eruit ziet. Dat zou kunnen, maar dan moet ik je zeggen. Nee, toen had ik alweer. Ik had namelijk toen ik naar Amerika toe ging, had ik mijn baard afgeschoren. Want mensen hadden gezegd, joh, met zo'n baard dan krijg je echt op JFK, dan krijg je het grootste glazen mee. Want ze denken dat je een terrorist bent of zo. Dit was over lang, lang. Dit speelt zich af in 1974, om precies te zijn. Dus dat is wel heel erg lang geleden. Dus dat had ik gedaan. Denk je dat dit gewerkt heeft? Nee, heb je wel eens verteld. Oh, dat heb ik al verteld. Ja, dan ben je uit de rij gegaan. Man, bent. man, 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 man. Ik heb daar zeker een twee uur gestaan en ik werd opgehaald door Amerikaanse kennissen. Die stonden achter een soort glazen wand. Dat was toen nog aanzienlijk Kleinschalig schalig, 7k. Nou, die begrepen er niks. Dat hadden ze al aan allerlei Europese bezoekers gehad, maar dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Alles, en dan maken ze zo zooi in je koffer, wat een land ook, in, dat, in dit optie. Ja, dus ik ben en in Duitsland en in de Verenigde Staten ben ik aangehouden wegens wandelen. Hmm. Eh, wat dat, dan moet je toch wel hartstikke gek zijn als je gaat wandelen. Als je, ergens, als je niet weet waar je naartoe gaat, dat, dat is toch zo knetterrek. Nou ja, dit dus. Eh, maar dit naar aanleiding van het feit dat die man dus nogal moeite had gehad in Duitsland. En dat hij dus wel concludeerde dat het bij ons, want we hadden alles had hij op, uh, op internet geregeld, dat het bij ons een stuk sneller ging. Volgens mij was de aanleiding ook dat jij zei, de politie is daar veel daadkrachtiger. Die gaan echt op boevenjacht in Duitsland en hier in Nederland rijden ze alleen maar door de stad. Nou, de recherche is beter. Boevenjacht klinkt een beetje met verschillende sirenes en machinegeweren <laughs> en zo. Dat is het niet. Nee, er wordt veel meer geld uitgetrokken voor recherche. Uh, Rechercheren, zal ik maar zeggen. En de, ook, er zijn veel meer agenten die zich met rechercheren bezighouden. Dus volgens mij heb ik dat allemaal gelezen, dat boekje van Bart de Koning. Maar nou weet ik de titel van dat boekje niet, 1-2-3. Maar dat kan iedereen zo tegenwoordig opzoeken. Even googelen. Op het internet. Dan was er nog iets waar ik op wil. Ja, ik zei vorige keer dat het Duitse leger dat is hier. Ja, dat leger heet dat is hier. Maar het gehele systeem heet natuurlijk de Boendesweer. Dat had ik wel duidelijk moeten maken. Maar goed, dit. dit hebben, een kleinigheid op zichzelf dan was er een meneer die er waren veel, dat vond ik leuk veel antwoorden over de 747 drie mensen die dat ding gevlogen hadden en een 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 iemand die instructies gaf hoe je dat ding moest vliegen waarvan toch de, dat totale teneur was, het is zo'n enorm groot ding dat hij weinig last heeft van turbulentie en, en er rustig in de lucht hangt maar ook het besturingssysteem werd geprezen want het was met een, een stuurtje, dat was lekker, schreef de piloot. Terwijl de Airbus die had een, een, een stuurknuppeltje. Hè? Maar de, de ene piloot vond dat juist geweldig goed, de andere piloot vond het eh, niet zo goed. Eh, en ik begreep ook dat Airbus toch wel wat efficiënter was in het cockpit-design. Eh, omdat eh, je omdat die erg op elkaar leken, bij de 320, 330, nou ja, je weet al die nummerij van de, van Airbus, uh, en dat je vaak maar een paar uur extra instructie nodig had om een, op een ander type Airbus te kunnen vliegen. Nou ja, ik deel dit allemaal mede, maar eigenlijk was het, de tenuurtocht, de 747 was een geweldig fijn toestel, wat overigens op grote schaal nog jaren en jaren gebruikt zal worden als vrachtvliegtuig. Maar dat toch is het een ander gebruik. Er zullen ook trouwens wel allerlei eh, exploitanten zijn die ook als voor het passagiers nog jarenlang de 747 zullen gebruiken. Maar ik geloof dat de KLM ze al uitgefaseerd heeft. Vreselijk woord, maar goed, uitgefaseerd heeft.